Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is voor mij vroeg in de ochtend en ik heb besloten dat ik jullie vandaag gezellig meeneem met een Get Ready With Me voor een festivaldag. En voor mij is dat extra leuk omdat ik eigenlijk nog nooit naar een festival ben geweest. We hebben wel een soort van klein festival, wat meer een soort van... Ja, er stonden er twee partytenten en eentje was volgens mij gewoon house en eentje was dan... Hoe heette dat ook weer? 100% NL volgens mij. Maar dat was niet eens gedurende de hele dag. Dat was dan alleen 's avonds. Nou, dat heette dan Fuse. Maar echt een festival zoals ik vandaag heen ga. Wat echt de hele dag is met allemaal verschillende stages. Nou ja, wel zoals het eigenlijk hoort. Heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ben super benieuwd. En ik ga jullie vandaag meenemen. Want ik ga wel echt gewoon heel hard mijn best doen voor mezelf. En ik ga er echt een feestje van maken. Nou, zoals je ziet is het eerste wat ik gedaan heb, is mijn haar inrollen in mijn kruller. Ik krijg nog steeds af en toe de vraag wat voor kruller ik gebruik. Dus ik zal het nog even één keertje zeggen. Dit zijn gewoon twee oude panties die ik aan elkaar heb genaaid. En daar rol ik mijn haar semi-nat omheen. En dan slaap ik ermee. En dat is super fijn. En dat lukt ook altijd super goed. Ik laat het nu nog even hangen, dan kan het nog even een beetje... in zijn vorm blijven. Dan ga ik het zo borstelen. En dan is het eerste wat ik doe eventjes mijn dagcrème op. Ik heb de dagcrème van The Ordinary. Nee, het is niet echt dagcrème trouwens. Het is gewoon een natural moisturizing. Maar die is zo fijn. Want ik heb echt een hele droge huid. En vooral ook mijn gezicht. En deze dagcrème is echt... top. Nou ja, niet dagcrème, dus ja, zo blijf ik het noemen. Maar het is gewoon een moisturizer die ik heel fijn vind en dus gewoon gebruik. Ik ga proberen alle producten een beetje te benoemen die ik gebruik. Maar als ik iets vergeet, vraag het me nog even. En dan kan ik het je altijd vertellen. Ik heb uiteindelijk, misschien dat je het in de vlog al had gezien... uiteindelijk de outfit helemaal geregeld. Dus dat is super fijn. Ik doe het ook even lekker in mijn nek. En ik ben er super blij mee. Ik heb hem nog niet aan. Ik dacht ik ga me eerst even lekker zitten en helemaal opmaken. En dan trek ik die als laatste aan voor het effect. Zo, dat is dat. Dan ga ik beginnen met de mascara. Ik gebruik deze mascara. Dat is de Lashes to Kill van Catrice Waterproof. En die heb ik al heel lang. En daar ben ik echt mega fan van. En ik gebruik ook een wimperkruller. En deze wimperkruller is van Tweezerman. En het is de beste wimperkruller die ik ever heb gehad. Je denkt echt... Volgens mij is het iets van 20... Oh, kattenhaar. 20 of 25 euro. En je denkt van ja, dat ga ik echt niet uitgeven voor een krultand. Want... bij de Action hebben ze hem door één. Maar het verschil is echt daadwerkelijk heel groot. Dus hij is het waard. En je krijgt er ook meerdere sponsjes bij, zeg maar, die erin zitten. Rubbertjes zijn er meer, hè. Nou, ik knijp best wel een keer of vijf. Even goed dicht. Dus je hebt, zeg maar, wel een krultang waar je echt maanden, zeg niet, meer dan een jaar mee vooruit kan. Dus het is echt wel de aankoop waard. Ik heb hele stugge wimpers. Dat is ook een van de redenen waarom ik dus watervaste mascara gebruik. Omdat die de wimpers meer in bedwang houdt. Maar je zult zien. Zometeen ga je het echt zien. Dit is zeg maar één laagje. En dan staan ze al wel een beetje gekruld, maar niet heel erg. En de tweede keer gaat dat veel meer doen. Ik doe ook een klein beetje... aan de onderkant. Ik weet dat het super gek is om allereerst je mascara te doen. Maar dat is een routine die ik mezelf heb aangewend. En ik kan dat dus niet meer anders. Slaapje in mijn ogen. En een wimpertje. Oh, dan mag je een wens doen, toch? Maar wat heb ik gewenst? Kan ik niet vertellen. Maar dan kom ik niet uit. Dus ja, ik doe het lekker toch. Want als ik als laatste mijn mascara doe, dan verpest ik de rest. En ik heb mezelf aangeleerd om na mijn mascara de rest te doen. En dat gaat goed. Dus ja, het is misschien niet de handigste manier, maar wel dezelfde uitkomst. Je
kan altijd bij mij zien op welk oog ik heb geslapen, want die wimpers zijn rommeliger. Deze zitten helemaal door elkaar. Dan slaap ik meestal op rechts. Zo. En dan een beetje aan de onderkant. En dat laat ik dan even goed drogen voordat ik er nog een laagje overheen doe. En terwijl dat droogt, doe ik eventjes... Ik heb twee wenkbrauwpotloodjes. Deze is wat lichter. Die heb ik vaak allerdag op. En deze is donkerder. Die is wat meer bruin. Die is van een gek merk. Die zat ooit in een perspakketje. Ofra heet het. Nou, dat ken ik verder niet eens. Maar die is wat donkerder. En die is ook echt super fijn. Die is zo zacht dat je nauwelijks, zeg maar, je wenkbrauwen hoeft aan te raken. En dan komt het er al vanaf. En die gebruik ik dan vaak als ik het wel leuk vind om ze, zeg maar, iets meer aan te zetten. Iets duidelijker te maken. Ik heb mijn eigen haar zwart gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Maar het fijne van dat, want die andere is gewoon van de Essence. En die is ook heel fijn hoor. En die hebben ook volgens mij wel een donkerder kleurtje. Maar deze heb ik gewoon uitgevonden doordat ik hem, zeg maar, binnenkreeg en ging gebruiken. En ik dacht, hé, dit is eigenlijk wel leuk om ze af en toe nog iets meer aan te zetten. Eigenlijk, elke dag vul ik alleen een beetje de voorkant. Omdat de voorkant iets lichter is dan het staartje. Ik heb al best wel duidelijke wenkbrauwen van mezelf. Maar als ik deze pak, dan pak ik, zeg maar, ook de lengte iets meer mee. Maar die van de Essence, die heeft zo'n, oh, sorry, zo'n borsteltje. En dat is wel echt heel fijn, want dan kun je het even een beetje egaal borstelen. Dus die mis ik wel bij de ander. Dus dan gebruik ik gewoon dit borsteltje nog even. Nou, dit is toch leuk? Het is echt een mooi kleurtje. Het is, zeg maar, niet te bruin voor iemand. Hij lijkt heel erg op de aanzet van mijn haar, zeg maar. Zie je het? Iets donkerder is die. Dus... de krullen zijn echt heel goed gelukt vandaag. Als ik die kant op kijk, dan kijk ik dus naar mijn schermpje. Sorry daarvoor. Maar het is een video waarin ik nogal veel naar mezelf kijk. Dan heb ik ook een highlighter. En ik heb een hele mooie. Die ik ook weer ontdekt heb. Ja, echt. Toen ik hem zag, dacht ik... Oh, ik was helemaal vergeten dat deze bestond. Ook vanuit een perspakket. Dit is de Beauty Crop Lightning Crew. Nourished with pineapple and green tea. Nou, ik vind het helemaal leuk. Die is zo niet normaal highlighting. Dat je hem, zeg maar, nou ja, echt voorzichtig moet zijn. Want als je een beetje te veel op doet, dan glitter je de pan uit. Nou is dat vandaag een beetje op mijn neus. Niet zo erg, want vandaag wil ik ook echt wel de pan uit glitteren. Dat gaat wel een beetje het motto zijn. Ik weet niet zo goed of jullie hem zien. Glittert een pan uit, maar jullie zien hem niet. Nee, volgens mij zien jullie hem wel. De andere kant. In de camera opmaken is niet handig, want dan zie je gewoon niet zo goed wat je doet. Zo. Ik heb nou het gevoel dat hij aan de andere kant iets sterker is. Misschien nog iets meer. Ja, ik doe het gewoon met mijn vingers, wat dat betreft. Ben ik natuurlijk niet echt een beauty guru, maar dat wisten jullie al wel van mij. Zo, ik heb nog een lekkere krakende stem. Lekkere ochtendstem. Dan heb ik ook nog een poeder highlighter. Die is van de Primark, maar die gebruik ik echt al, nou weet ik hoe lang. Die gaat ook gewoon niet op. Die doe ik een heel klein beetje overheen. Omdat deze best wel, ja, cremig blijft ofzo. En dit maakt hem dan iets droger, waardoor ik ook het gevoel heb dat hij beter blijft zitten. En het is echt niet overdreven highlight hoor. Het is niet alsof ik echt letterlijk op straat loop en twee witte strepen op mijn hasses heb. Dat dan weer niet. Zo. Dan heb ik ook een heel mooi lipstiftje die ik gewoon mee ga nemen. Dit is de Cool Collagen Plumping Vegan Essence Lipstick. My advice. Echt een van de meest gebruikte lipsticks die ik ooit heb gehad. Als ik hem niet bij me heb, dan baal ik.
Plumping, misschien mini, niet heel erg. Maar gewoon een heel mooi kleurtje. En ook, er zit een klein glansje in, vind ik ook heel mooi. Hij verzorgt ook vooral heel lekker. Je krijgt hele zachte lippen. En ondanks dat hij niet mega long lasting is, laat hij wel een soort van kleur achter op je lippen. Zeg maar ook als je gaat eten, dan is de lippenstift er wel een soort van af. Maar het lijkt een soort van alsof hij een beetje in je lippen trekt. Dus ja, echt een aanrader. Ik zat van de week te denken, ik moet hem gewoon nog een keer kopen. Voor het geval dat hij ineens uit het assortiment gaat en ik hem dan niet meer heb. Zo fijn vind ik hem. Dus cool collageen. En dan my advice. Maar ja, dat is de kleur die ik nu op heb. Je kan natuurlijk ook even kijken welke kleur het beste bij jou past. Woehoe. Nadat ik het borstel wordt het een beetje pluizen. Maar dat gaat echt weg, dat beloof ik. Ik heb het gisteren gewassen, dus het is zo lekker zacht. Ik heb ook echt helemaal lekker een maskertje ingedaan en alles. Lekker poedelkopje. Ik ga verder met mijn haar ook nog iets leuks doen. En dit had je misschien in de vlog al wel gezien. Daar heb ik iets voor gekocht. Dat is dit. Diamond decorations. Dat zag ik op TikTok. Daar kun je dus diamantjes mee in je haar doen. Maar dat doe ik even als allerlaatste. Dan nu is het tijd voor de tweede laag mascara. Ik had het idee dat ik ondertussen al wel door mijn vriend gestoord zou zijn. Want die moet zo naar het werk. Maar hij is er nog steeds niet. Ik heb ondertussen mijn mascara overal weggehaald waar het niet hoort. En mijn oorbellen ingedaan. Die zijn allemaal van Ana Luisa. En ook de kettingen. Die liggen in de badkamer. Dus dat is... Oh ja, en mijn ringen ook. Tweede laag mascara zit er dus op. Dan ga ik door met de eyeliner. Ik wilde oogbol doodzetten. En toen dacht ik, nee, er zit een verschil tussen. En die zet ik dus heel dun aan. En ik wil hem vandaag extra dun doen, want ik heb een plan. Ik heb een spannend plan. Ik weet nog niet of het gaat lukken. Maar hey, daarom ben ik extra vroeg mijn bed uitgegaan. Zodat ik de tijd heb om dat te doen. Dit is wel het lijntje wat ik wilde. En ik wil ook een wing. Daar ben ik steeds beter in geworden. Ik zal iets dichterbij komen. Kun je het zo zien? Ja. Dan leg ik letterlijk... het oogpotlood neer. En dan trek ik dus een lijntje. En dan heb je eigenlijk al een wing. En dan hoef je hem alleen nog zo sterk en breed te maken als je zelf wil. Dat is wat mij betreft echt de makkelijkste manier die er bestaat. Ik maak hem nog ietsje dikker. Hoppatee. Dan de andere kant. Eigenlijk is het puntje van de eyeliner er ook voor gemaakt om het zo te doen. Tenminste heb ik gelezen hoor. Ik heb het niet zelf bedacht. Misschien is het wel klinkklare onzin, maar het voelt wel logisch. Zo. Deze kant. Oeh, in mijn oog. Oh, het is alweer weg. Volgens mij zit deze iets hoger dan de ander. Het valt mee. Het valt mee. Je kunt ook zien dat ik ondertussen stiekem een nectarine heb gegeten. Dit is dus zeg maar hoe die je lippen achterlaat als je gegeten hebt. Het blijft heel juicy ofzo. Het blijft heel verzorgd. En ja, de kleur is er wel af. Maar ja, ik hoop dat je ziet wat ik bedoel. Er blijft een hele mooie verzorgde, zachte lip achter. Nou ja, ik sleep deze lipstift overal mee naartoe. Wat wilde ik dan ook weer doen? Ja, dan wilde ik gekleurde oogpotloodjes. En waar heb ik die gelaten? Daar zijn ze. Het jurkje is blauw. En er zit een roze accent in. Dus het leek mij leuk om ook een roze accent in mijn eyeliner te maken.
dit is bedacht omdat ik dacht, het is een festival. Iedereen gaat altijd net eventjes los en iets anders doen. Maar ik weet niet of het ook echt leuk is. Maar ja, daar komen we maar op in. Zwarte eyeliner is van Essence Eyeliner Pen Extra Long Lasting. En deze is van Max & More. Wat betekent dat hij van de Action is. En het is een pakketje met dus allemaal verschillende kleuren. Ik heb hem uiteindelijk nog verder naar mijn ooghoeken doorgetrokken. Waardoor je hem ook beter ziet. En ik vind dat echt heel erg leuk. Ik vind het echt top. Dan ga ik één ding doen. Ja jongens. We gaan echt even over de top. Ik heb nog glitters van Bella Pierre. Ook uit een pakket. En ik kan me herinneren dat die echt heel heftig zijn. Dus ik ga het heel even met een kwastje doen. En een spiegeltje dichtbij mijn hoofd. Zodat ik zeker weet dat ik het niet op rare plekken aanbreng. En dan ga ik die ook nog aanbrengen. Oh ja, er komt echt gelijk zoveel glitter vanaf. Zie je dat? Echt heel leuk. Ze gaat ook allemaal in mijn wimpers zitten, maar hey, dat maakt niet uit. Ja, dit is wel heel leuk. Het zijn ook echt van die holografische glittertjes. Heel erg cute. Love it! Dan is het tijd voor de outfit en natuurlijk de bedazzling in mijn haar. Het goede nieuws is dat ik nog een L heb weten te bemachtigen. En ondanks dat hij misschien iets meer ruimte heeft in het middel, is hij ook langer. En daar ging het me eigenlijk om. Want zeg maar, mijn billen stoppen nu hier en de M stopte hier. En de L is nog net even 10 centimeter langer. Ik ben er nog steeds echt smoor verliefd op. Hij is van de Lovies. Hij is al constant uitverkocht. Maar ik ga een linkje in de beschrijving zetten. Misschien dat je hem nog weet te bemachtigen. Ja, dit is top. Dit is precies wat ik in gedachten had. Die Apple Watch is het eigenlijk niet, hè? Doet wel een beetje af aan de outfit. Ik denk dat ik die thuis laat. Dan is het tijd. Voor misschien wel het hoogtepunt. Nou, wel iets waar ik echt naar uit heb gekeken. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben. Hoe het gaat lukken. Dus ik ga het even uitpakken en klaarleggen. En dan gaan we ervoor. Het bedesselen van het haar. Het inleggen van de stickertjes. Het zijn de stickertjes, zag ik. Het is heel makkelijk. Je tilt hem hier op. Dan gaat hij open. Stickertjes erin. En dan is het dus een kwestie van een haarpluk pakken. Die onderin leggen. En dichtknijpen. Omdat het stickertjes zijn, denk ik dat het er wel makkelijk uitgaat. Maar je moet denk ik wel even met beleid doen. Dus je moet daar de tijd voor nemen. En de vraag is... Er zat even eentje vast. Ja, hier. Nu gaat het dus niet goed. Dan pakt hij dus het haar niet. Trekt hij er wel een haar uit, maar zit het stickertje er niet in. Dus ja, het is leuk. Maar volgens mij, aangezien het toch stickers zijn, kun je ze net zo goed vastpakken. En gewoon hop. In je haar plakken. Zie je dat? Dus dat ga ik nu ook gewoon even doen. Volgens mij, die Amerikaanse die ik op TikTok had gezien, waren meer klemmetjes en geen stickertjes. Dit is toch net even anders. Maar ik vind het wel cute. Dus ik ga wel deze kant, had ik al een poging gedaan om te kijken hoe het ging. Ik ga het wel doen, maar ik ga het gewoon met de hand doen. Is het effect leuk? Ja.
Kan ik het per se aanraden? Nee. Ja, het is best wel moeilijk om ze zichtbaar te houden, omdat ze vrij snel verdwijnen onder de rest van je haar. Maar het heeft wel op zich iets speels. Het is wel subtiel en dat vind ik wel heel leuk. Maar ik denk echt, ik heb ze nu gewoon met mijn hand erin geplakt. Ik denk dat het vanavond ellende wordt. Als ik ze er vanavond uit wil halen, dan denk ik dat er hier en daar wat haren gaan sneuvelen. En dat je soms dus echt moet trekken. Dus ja, ik was begonnen. Ik dacht, ik ga nu door. Maar ik weet niet of ik het ook een tweede keer zou doen. Of ik het effect wel heel leuk. Ik heb twee hele draaischijven in mijn haar gedaan. Alle twee gewoon de, zeg maar diamant, zilver. Er zitten dus heel veel kleurtjes in. Dus ik neem ze mee omdat ik weet dat een van de meiden waar ik mee ga, die vroeg van, hebben jullie ook diamantjes voor op je gezicht? Aangezien dit gewoon plakkertjes zijn, zou het kunnen. Dus die neem ik wel mee. En dan kunnen ze even kijken of ze dat willen. Maar ik dacht nog ineens, ik heb nog perfecte afmaken voor mijn outfit. En die ga ik nog even pakken en dan laat ik het eindresultaat nog even zien. Dit tasje heb ik van mijn oma gehad. Die is van haar geweest. En ik dacht ineens, ja, dat zou ik nog wel echt helemaal afmaken. Mijn lippenstiftje erin. Verder, ja, ik denk alleen mijn telefoon. En dan nu nog schoenen. En die ga ik nog even laten zien. En dan ben ik er klaar voor. Dit is de hele outfit geworden. Ik ben super blij. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben helemaal in de stemming. Ik vind het ook wel festivalwaardig. Al weet ik niet precies wat het is. Maar ik vind het leuk en dat is het belangrijkste. Echt, ik ben er helemaal blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nog vragen hebben, mocht ik iets vergeten zijn waar het vandaan komt, let me know. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video. Let's go.